Goed, dan gaan we beginnen. Ik zal heel even mijn scherm op presentatiemodus zetten. En dan gaan we meteen van start. Het zal jullie ongetwijfeld, zal het jullie niet ontgaan zijn, dat er natuurlijk heel veel te doen is rondom Infrastructure as a Service. Als we het heel even wat breder trekken dan slechts alleen Azure. Natuurlijk is Microsoft bezig met natuurlijk heel veel marketinguitingen rondom Azure en Infrastructure as a Service. Maar ze hebben natuurlijk ook nog andere partijen, zoals bijvoorbeeld AWS, die heel erg nauw spart met Microsoft op wie er op dat moment zeg maar voor staat. Nou, als we kijken even bij het begin, wat is Azure? Nou, dan zie je hier een aantal punten. Ik zal ze niet allemaal oplezen, maar het belangrijkste is wel dat dit even kort een omschrijving geeft van wat het eigenlijk is. Heel plat gezegd. Het provides software as a service, platform as a service en infrastructure as a service. En dat is met name dat Azure eigenlijk op alle fronten op gebied van cloud opereert. Het is echt een volledig platform. Het zijn echt gewoon de toegang tot de datacenters van Microsoft. En daarnaast integreert het ook heel erg goed met third-party tools en software. En kun je daar ook, het is een open source platform. Dus je kunt daar ook tegenaan praten indien je developers in dienst hebt die applicaties kunnen bouwen. Noem het allemaal op. Het is ook zeker niet nieuw, want zoals je kunt zien en kunt lezen, bestond het al natuurlijk in 2008. Maar hij heette ook eerst eigenlijk Windows Azure en later Microsoft Azure in 2014. Maar wat met name belangrijk is, en dat zal je ook wel merken, is dat Azure pas echt eigenlijk een spurt heeft gekregen en pas echt in de markt is gekomen en heel populair is gaan worden, ook bij het MKB en het SMB-segment, toen het in het CSP-model beschikbaar kwam. Nou, CSP, heel even kort, staat voor Cloud Solution Programma Provider. En dat is een programma dat het in staat stelt om echt als een pay-as-you-go basis met Azure om te gaan. En voorheen hadden we eigenlijk het open license licentiemodel, wat je dus kent binnen Azure van het aankopen van tegoeden vooraf. Dus je kocht echt chunks in van tegoeden, SKUs. En die moest je dan bij blijven kopen, want die waren eenmaal na activatie maar een jaar geldig. En als je die dus niet verbruikt had met Azure Services, was je die weer kwijt. Nou, deed je dat niet op tijd inkopen en had je wel services aanstaan, ja, dan kon je er weer uit liggen. Nou, dat is niet zo'n ideaal model, want dat is er nog steeds. En je ziet in die zin dat met CSP, dat je echt pay-as-you-go, dus helemaal geen voorinvesteringen meer. En dat je altijd kunt blijven draaien en gewoon maandelijks achteraf gefactureerd wordt na daadwerkelijk verbruik. Hier even een overzicht van alle cloud-modellen, waarin je ook ziet dus eigenlijk het verschil met on-premise en IaaS, PaaS en SaaS. En Azure die opereert eigenlijk op alle drie de fronten, maar ik wil met name de focus gaan leggen op het stukje infrastructure as a service. Want als je die basis begrijpt, als je die laag begrijpt, dan zit je eigenlijk in de diepste laag binnen cloud. En dan zie je ook dat je steeds veel meer zelf moet gaan managen en zelf meer moet gaan beheren. En dat Microsoft in die steeds minder voor je doet. Denk aan Office 365 als software as a service. En denk bij Azure met name aan infrastructure as a service en platform as a service. Waarin het verschil tussen die laatste twee, het met name zit in het beheer van de daadwerkelijke onderlaag. En platform as a service biedt je eigenlijk gewoon een compleet platform waar je gewoon een applicatie op kan gaan draaien. En vooral dan het management in de bovenste twee kolommen ziet. Nou, als we Azure even in een wat visueler zeg maar neerzetten, dan kom je heel vaak dit plaatje tegen. En het is een heel druk plaatje. En ik ga ook niet alles benoemen wat hier staat, maar wat ik heel even duidelijk wil maken, is eigenlijk dat je ziet dat visueel gezien ook die bovenste laag, dus boven de datacenter infrastructure, dat je dat ziet als de grootste laag. Althans, het is visueel ook het grootste weergegeven. Eigenlijk die onderlaag dat je ziet, die datacenters, 34 regio's op dit moment, dat is eigenlijk gewoon de techniek die eronder zit. Dat zijn gewoon de datacenters van Microsoft. En wat je ziet is dat infrastructure as a service, althans de componenten compute, storage en networking, dat die eigenlijk de basis vormen van een heel groot scala aan cloud applicaties en aan mogelijkheden. En denk bijvoorbeeld dat het heel veel ingezet wordt, ook nu met het Internet of Things. Wat heel veel, zoals je kunt zien, heel veel mogelijkheden biedt binnen Azure om daarmee om te gaan en om die data goed te kunnen sorteren en kunnen analyseren. Maar als je kijkt ook, het kan hem ook veel kleiner zitten
in een stukje user identity. Denk bijvoorbeeld aan Active Directory Premium met een stukje single sign-on, met een stukje multi-factor authentication. Dat zijn ook al componenten, dat is al Azure. En wat je met name ziet is er is zoveel mogelijk. Wat wij altijd aangeven is begin klein. En ga niet in één keer alles aanbieden wat Azure eigenlijk op hun marketplace beschikbaar stellen. Nee, begin klein en doe je Office 365. Ga kijken naar een stukje user identity door een stukje Active Directory Premium eventueel wel daaraan toe te voegen. En misschien dat je kijkt naar, naar andere makkelijke startenprojecten, bijvoorbeeld een backup oplossing op basis van Azure. Ik kom zo later in de webinar kom ik terug op wat enkele simpelere startenprojecten, of althans simpel. Dat zijn de projecten waar wij zien dat de klanten van ons die beginnen met Azure, dat wij daar de meeste meters eigenlijk in maken. Dus ik kom met wat voorbeelden. Maar ook eigenlijk een SQL database, alles is mogelijk en dat zelfs als kant-en-klare PaaS oplossing. En dat is ook nog eens kostentechnisch een interessante. En verder met backup, storage, je ziet block storage, premium storage. Nou, storage is relatief goedkoop en goedkoop is natuurlijk een heel breed begrip. Maar is relatief goedkoop wanneer je het vergelijkt eigenlijk met wat je on-premise kan gaan neerzetten. En vooral als je het hebt over uitvalbasis, redundancy. Als je dat on-premise moet gaan inrichten, dan moet je toch weer een server kopen, weer licenties erop. Of licenties met software assurance die heel kostbaar zijn. Ja, en in Azure kun je dat relatief snel en gemakkelijk en kostenefficiënt optuigen. Nou, het is ook echt een globaal netwerk en een global infrastructure. Wat je hier kan zien is eigenlijk de regio's waarin Microsoft hun datacenters heeft gebouwd. En ze hebben er op dit moment meer dan hun collega's zoals AWS en Google Cloud. Het is eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen, 34 datacenters, het waren er voor, het zal zijn een half jaar geleden 26. Ze zijn maar aan het uitbreiden en we verwachten eigenlijk dat ze dit jaar nog 2 datacenters bijbouwen in verschillende regio's ter wereld. En wat je hiermee eigenlijk kan laten zien is ook dat het voor jezelf ook een mogelijkheid biedt om eigenlijk je global reach te vergroten. Hè, waar dat misschien nu nog wat ver is voor je weggelegd, kan het wel een mogelijkheid zijn om klanten te bedienen die overal ter wereld gevestigd zijn. Want als jij een klant hebt zitten, en we hebben een voorbeeld gehad, een klant die had een eindgebruiker, die zat in Australië. Nou, je ziet dat in Australië dat daar een datacenter gevestigd is. En hij kon dus ook vanuit Nederland, kon hij een virtuele machine met een applicatie erop, kon hij gaan deployen voor zijn klant in Australië. En dat was ook echt laten we zeggen dat hij dat allemaal gerealiseerd heeft in een zeer korte tijd. Nou, je kan bedenken van, hoe zit dat dan met verschillende valuta? He, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. En het is ook zo dat dezelfde diensten een andere prijs kunnen hebben als jij het in een ander datacenter deployt. En daarom kun je heel duidelijk aangeven in welk datacenter jij wilt dat je data staat. En in de mate van redundancy je dat uitgevoerd wil hebben, daar zit ook een stuk van de prijs in. Maar de valuta, op het moment dat jouw MPN, dus jouw Microsoft Partner Network ID, in Nederland is aangevraagd, dan zal je ook altijd in euro's worden gefactureerd. En dat sowieso wanneer je via de Nederlandse Ingram Micro, via de Cloud Marketplace, een Azure tenant de lucht inbrengt, zal dat ook altijd in euro's zijn, ongeacht of jij je diensten in de US, in Amerika, of in Australië, of waar dan ook ter wereld met andere valuta deployt. Datacenter compliance is een behoorlijk belangrijk topic en je gaat het steeds meer merken dat de discussie met jullie klanten, dat die op gebied van Office 365 toen je daarmee begon, was ook misschien al wel dat van eng, cloud en het staat allemaal public. Ja, je ziet nu eigenlijk Office 365 is een hele volwassen markt en die discussies die heb je zeer waarschijnlijk steeds minder op dat gebied. Maar ga je kijken naar een stukje infrastructure as a service, dan in eentje speelt die discussie weer opnieuw op. En dan krijg je weer de vraag van maar hoe zit dat dan met bepaalde compliance als je hebt echt over bepaalde sectoren zoals finance of overheden, wat dan ook. Ja, die hebben natuurlijk aan bepaalde regelgeving te voldoen. En ik heb in deze slide een linkje gezet waarin dat is echt naar het compliance pagina van Microsoft waar je echt alles kunt vinden over hoe zij omgaan met data. Nou, nu de GDPR-regelgeving eraan zit te komen, kun je ook alles over terugvinden hoe ze daarmee omgaan. En kort gezegd,
voldoen de datacenters van Microsoft eigenlijk wel aan alle certificeringen die er nodig zijn. Dus elke sector die zou er wel mee kunnen, moeten kunnen werken. Maar daarbij is het nog niet gegarandeerd dat natuurlijk de data, de architectuur, hetgene dat jij bouwt op die datacenters, wat je natuurlijk wel allemaal zelf doet, dat dat per definitie veilig is. En dat is er nu niet mee gezegd. Want als jij een virtuele machine de lucht inbrengt met een applicatie en jij laat hem direct met het internet connecteren, maar je zet er geen firewall tussen, ja, dan is het alsnog vraag om probleem. Het is niet automatisch dat, doordat zij aan heel veel regelgeving voldoen, die datacenters, dat dan ook hetgene wat je erop zet, die data, dat het per definitie op de goede en veilige manier ingeregeld wordt. Je dient zelf wel zorg te dragen voor een goede security vendor mee samen te werken. En inderdaad om toepassingen als bijvoorbeeld een firewall of een VPN, om wat toe te passen in je architectuur van Azure. Je kunt daarin ook een datacenter tour doen. Die ga ik nu niet doen, maar ik heb wel even de link erbij gezet. Dat is echt een tour, een virtuele tour. Nou, eigenlijk in de datacenters van Microsoft om daar even een kijkje te nemen. Je kunt ook de geluiden horen die eigenlijk die servers afgeven. Gewoon puur even dat het voor jezelf en misschien voor klanten een beeld geeft van ja, hey, waar staat mijn data nou en hoe ziet dat eruit? Want ja, je kunt daar niet heel snel langs gaan, zeg maar. Nou, en waarom in het algemeen, zeg maar, infrastructure as a service for my customers? En waarom dat voor je klant heel interessant is? Nou, zijn de punten eigenlijk die hier worden genoemd. Een stukje schaalbaarheid, elasticiteit, maar ook je weerbaarheid. Ja, je bent natuurlijk heel erg flexibel ook met je architectuur. Want jij kunt, ja, elk moment kun jij daar een verandering in aanbrengen. Want je betaalt namelijk gewoon per uur, zeg maar, dat jij, per minuut dat jij die server aan hebt staan. Dus puur echt voor het actuele verbruik. En daarnaast ben je natuurlijk ook heel erg weerbaar. Doordat je niet afhankelijk bent van bijvoorbeeld de plaats waar je datacenter staat, als daar wat gebeurt of een brand uitbreekt of wat dan ook. Ja, met Azure is het zo, kun je heel makkelijk, biedt Microsoft daarvoor een uitvalsbasis zonder dat je dat hoeft te merken. Nou, en schaalbaar is denk ik ook wel een hele belangrijke feature, omdat op het moment dat jij bij wijze van spreken een groei hebt binnen de organisatie en er komen opeens 50 gebruikers bij, ja, op het moment dat je dat on-premise, zeg maar, in moet gaan regelen, dan moet een nieuwe server komen. Of er moet inderdaad nieuwe rekenkracht bijgeprikt worden. Er moet geïnstalleerd worden, die software moet erop komen. Nou, dat moeten technische mensen, die moeten zeer waarschijnlijk naar de klant doen, dat op locatie waar hun server staat, om dat te realiseren. Ja, en met Azure is het zo dat je dat door middel van een online portal heel makkelijk met een paar klikken op de knop kan doen. En die technische kennis is ontzettend hard nodig. Alleen je gaat het op een andere manier inzetten. Je gaat echt met een online portal werken. En daarom zeg ik eigenlijk ook IaaS en niet Azure voor my customers. Want als je het veel breder trekt en met welke vendor je nou aan de slag gaat. Ja, wij zijn eigenlijk van overtuigd dat zodra je het zelf, zeg maar, je moet er zelf klaar voor zijn om het ook aan je klanten aan te kunnen bieden. En zelf comfortabel te zijn met een portal die een vendor, zeg maar, ter beschikking stelt. En of dat nou Microsoft is, of dat je daar liever een andere, en dat maakt niet uit. Maar het gaat meer echt om het infrastructure as a service principe. En dat je daarover het gesprek ingaat. En dat die perceptie van de klant, hè, dat hij het niet meer fysiek heeft staan, maar dat hij gewoon dezelfde capaciteit en dat nog sneller en flexibeler, dat hij daar toegang tot kan hebben. Maar dat hij inderdaad niet die servers op locatie heeft staan. Of niet die servers bijvoorbeeld bij jullie op locatie staan. Op het moment dat je aan hosting doet. En een andere hele belangrijke feature, dat is bursting. En cloud bursting, dat houdt dus in dat je in een hele korte tijd in kan spelen op toenemende behoeften. En dat is, als je kijkt, hier is een beetje een vergelijking gemaakt tussen een on-premise en een cloud provisioning variant. Natuurlijk Azure. Wat je natuurlijk ziet is dat je met on-premise eigenlijk bijna altijd wel te maken hebt met een stukje inactieve periode. En er zal altijd wel een gedeelte van de server zijn die overprovisioned is. En ja, wat je ziet, dat is natuurlijk een stukje wat je weggooit. Het is een stukje capaciteit die je hebt ingekocht, die je niet gebruikt. En ja, als we kijken infrastructure as a service en als we kijken naar Azure, dan is dat natuurlijk niet meer nodig. Want je kunt gewoon de diensten aan- en uitzetten naarmate het nodig is, naarmate het echt gebruikt wordt. En soms denk je van ja, dan wil ik het niet helemaal uitzetten, want ik heb een organisatie die bijvoorbeeld 24/7 de lucht in moet zijn. Maar dan kan het bijvoorbeeld wel zijn dat die bijvoorbeeld 's nachts minder actief is dan overdag. Dus dan kan ik er wel voor kiezen om 's nachts bijvoorbeeld, welk tijdstip dan ook die minder belast wordt, om daar andere type virtuele machines met minder
power zeg maar voor op te schakelen dan overdag. Dus dat ik hem spreid, dat ik voor één applicatie zeg maar twee VM's heb, waarvan de ene een hele krachtige die overdag moet draaien en die 100 gebruikers aan moet kunnen. En vervolgens 's avonds dan wat mindere, want er zijn misschien 15 gebruikers die nog in de 's nachts in de avonduren moeten werken. En voor alle overige organisaties die wel gewoon een sluitingstijd hebben, dan zou je in principe de server ook uit kunnen zetten. En dan zie je dat daar een hele mooie kostenbesparing in optreedt. En dat de klant daarin ook echt alleen maar betaalt voor hetgeen wat hij gebruikt. Nou, snelle groei. Wat ik net eigenlijk al aangaf, hoe ga je om eigenlijk als je een on-premise situatie hebt en je moet heel snel resources hebben. Nou, dat gaat minder snel dan wanneer we zeggen van nou goed, we klikken daar wat resources in een portal erbij en het is per direct live, het is per direct actief. Nou, en dan verwachte en onverwachte bursting. Als ik een voorbeeldje neem van een partij die vuurwerk verkoopt, dat die alleen maar het laatste kwartaal van het jaar resources nodig heeft om zijn business te kunnen draaien, ja, dan is het een beetje zonde dat ik dan ook in de vorige drie kwartalen, dat ik daar dan als het ware een server ter beschikking heb om alleen maar in Q4 zeg maar mijn business te kunnen doen. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld hele goede sectoren waarin Azure natuurlijk echt een uitkomst is, omdat je daarin alleen de dienst kan gaan opschalen voor de tijd en voor de termijn die dat er nodig is. En dat is een stukje predictable bursting, maar unpredictable bursting kan ook voorkomen dat opeens in één keer een piek is in de vraag en dat je server dat niet aan kan. En je ziet soms wel eens websites eruit klappen doordat die server ja, eigenlijk een overload krijgt aan bezoekers. En nou, met Azure zal je daar veel sneller en beter op in kunnen spelen. En daarin je business continuïteit kunnen verhogen. Want de voordelen zitten niet altijd in prijs, hè? Want het is niet per definitie dat cloud goedkoper is of dat Azure goedkoper is. Het zit hem ook meer in de andere voordelen die je ervan hebt. En ja, de kosten, de schade die een bedrijf leidt op het moment dat ze er een keer uit liggen, die is natuurlijk veel groter dan misschien het een stukje marge dat ze eventueel extra zouden hebben wanneer ze een on-premise server verkopen. En het zit natuurlijk ook in aanvullende diensten. Daar kom ik zo nog wel even op. Dan komt Microsoft ook nog met een stukje, een tussenperiode als het ware. En dat is eigenlijk iets wat nog moet komen. En ik hoop dat we dat over 2 maanden, dat we dat gelanceerd hebben, echt definitief. Dus dat draait nu allemaal in pilots. En dat is Azure Stack. En ik blijf er niet te lang bij hangen, maar ik wil het wel even aangeven. Microsoft ziet ook niet direct gebeuren dat gelijk alle on-premise workloads gelijk allemaal naar de public cloud gaan. Zij zien ook wel in, en ik zelf geloof echt heilig in hybride, dat er altijd een stuk ja, hybride omgevingen zullen blijven plaatsvinden. Dus echt een combinatie van beide. En wat je ziet met Azure Stack is eigenlijk dat die Azure Portal, dus dat die Azure Services, beschikbaar worden gemaakt, maar dan wel on top of je eigen hardware. En dan moet die hardware moet wel aan bepaalde eisen voldoen en gecertificeerd zijn. Maar op het moment dat het geval is, dan kun jij dus een Azure Portal gebruiken, maar dan wel met jouw eigen hardware als onderlaag. Dus heb je natuurlijk een hele mooie hybride omgeving. En kun je ook heel makkelijk, bijvoorbeeld bij bursting, uitwijken naar bijvoorbeeld Azure. Of applicaties die je bouwt, die bouw je dan vervolgens op dezelfde standaard. Dus die kun je dynamisch verplaatsen. Dat jij de ene zijde resources aangeroept via jouw eigen hardware, via je eigen datacenter. En anderzijds misschien met bursting daarin bijvoorbeeld de resources binnen de datacenter van Microsoft aanroept. Nou, en zo zie je op het moment dat je gebruik maakt van Azure Stack, dat je daarin een meer private cloud model als het ware hanteert, omdat het je eigen hardware is. Nou, hoe licenseer je het? Nou, je hebt eigenlijk een verschil tussen de Azure Services en dat is eigenlijk waar ik het constant over heb. Dat is echt de toegang tot de Azure Portal en eigenlijk het brede scala aan platformen, applicaties en noem allemaal maar op. Waarin je dus betaalt bijvoorbeeld per uur of als het gaat om storage, dat je betaalt bijvoorbeeld per gigabyte en dat je de transactie stelt. Maar anderzijds hebben we ook nog bijvoorbeeld de Azure Service Plans. En dat zijn de plannen die bijvoorbeeld die je nu al op de Cloud Marketplace ziet staan, eigenlijk onder je Office 365 pricing. En dat zijn bijvoorbeeld je Azure Active Directory Premium, die je tegen een vast bedrag per gebruiker kunt gaan aanschaffen. Ja, dat zijn eigenlijk de voorgeconfigureerde oplossingen. En waarin je ziet dat de Azure Services, dat is gewoon echt het Azure Pay-as-you-go model, het Azure CSP verhaal, zeg maar.
Nou, hoe zit dat verder met Azure en licenties? Nou, je hebt geen Windows licenties meer nodig op het moment dat we met Azure aan de slag gaan. En normaal gesproken, stel we willen een Microsoft-omgeving, een SQL-omgeving de lucht inbrengen en we doen dat on-premise in combinatie met onze open volume licenties, dan hebben wij Windows Server nodig met de kalletjes voor de gebruikers en we hebben SQL Server nodig. Op het moment dat we te maken krijgen met Azure en we gaan bijvoorbeeld binnen Azure een database optuigen middels Microsoft, dan hebben we die licenties niet meer nodig. Dus ze zitten er allemaal al bij in. Dus de hardware en je licenties zitten daarbij in, op gebied van Microsoft. Behalve, want er is één uitzondering en dat is met remote desktop services. Je had ooit remote app binnen Azure, maar die is end of life. Er zijn al een heel hoop, zeg maar, vervangingen daarvoor. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, we hebben daarin ook vervangende oplossingen. Bijvoorbeeld met RAS Parallels of Citrix. Maar binnen Microsoft, op het moment dat je dus een remote desktop server de lucht in wil brengen, dan zal je alsnog je RDS calls of jouw SALS binnen SPLA nodig hebben. En verder Office 365 kun je prima op Azure draaien. Nu kennen jullie misschien de regel voor de SPLA mensen onder ons dat Office 365 niet binnen een shared omgeving mag, hè, mits je het tier 1 status hebt en dat dan wel mag en een addendum ondertekent. Nou, dat mag dus wel op het moment dat we te maken hebben met Azure. En dus ook een shared omgeving kan je denken, maar daar mag het wel, want dat is Microsoft. Nou, en dan een stukje de Azure Calculator. Dat is iets wat eigenlijk als je met Azure aan de slag gaat, dat valt niet te missen. Dat zal je altijd nodig hebben. Omdat je altijd op het moment dat je voor een klant een bepaalde omgeving binnen Azure wilt gaan prijzen, ja, dan zul je met die calculator aan de slag gaan. Want nergens anders ga je de prijzen treffen, bijvoorbeeld niet in de Azure portal zelf. Je gaat het echt doen via die calculator. En die zal ik ook straks heel even laten zien, in combinatie met de Azure portal. Want hier ga je van tevoren ga je ongeveer kunnen berekenen wat het je gaat kosten. Nou, en die calculator, die staat standaard, staan die services daar op 744 uur. En dat betekent dus als die dienst elke dag van de maand, elk moment aanstaat. En dan komt daar een prijs uit en veel mensen schrikken dan, want die kiezen een bepaalde virtuele machine. Dus niet altijd ook meteen dan de juiste hoor, want daar heb je ook wel wat kennis voor nodig en daar helpen we je graag bij in andere sessies. En dit is vooral meer algemeen gericht. Maar die calculator die biedt het op basis 744 uur en dat is niet altijd natuurlijk ook wat er nodig is. Het kan dus wel zijn dat jouw actuele verbruik gaat zijn of gebruik gaat zijn, bijvoorbeeld 300 of 400 uur. Nou, op het moment dat je dat ook in de calculator aanpast, dan zie je daarin ook natuurlijk wat met de prijs gebeuren, namelijk dat die omlaag gaat. Of dat je bijvoorbeeld, en ik zal het zo wel even laten zien dat je er een beeld bij hebt, maar soms kun je het ook bijvoorbeeld voor één applicatie die wel 24/7 in de lucht moet zijn, omdat die gebruikers daarop werken, kun je ook twee virtuele machines, maar dan één krachtige, wat duurdere voor 300 uur bij wijze van spreken, en voor de overige 444 uur een wat minder krachtige server die dan zeg maar de mindere load ook aan kan. Zodat hij hetzelfde vormt, maar er is minder belasting, dus dat merk je dan niet. Maar zo zie je dat je daarin een beetje met de prijs kan spelen en hier staan eigenlijk een beetje de componenten op die de prijs bepalen. En natuurlijk regio, wat ik in het begin al aangaf, bepaalt de prijs. Uiteraard natuurlijk het type, hoeveelheid virtuele machines, maar heel belangrijk die compute hours. En daar moet je ook echt mee gaan spelen. Je moet ook echt een gesprek aangaan met zo'n klant van ja, wat zijn nou eigenlijk je daadwerkelijke business hours? Want het kan wel zijn dat jij een server nodig hebt of je applicatie wil gebruiken, maar wanneer ga je en hoeveel gebruikers en welke momenten van de dag? En dat is het soort gesprek wat je daarin aan kan gaan om daarin een goede zeg maar, prijs die ook past bij de oplossing. Want je kunt hem ook in Azure overprovisionen. Dat is natuurlijk geen enkel punt, maar dat is toch zonde. Omdat het juiste model is waarin je ook je besparing kan halen uit het feit dat je heel erg handig omgaat met een stuk tweaking en een stuk automation. Want je gaat er natuurlijk niet handmatig constant die server op en aflopen klikken op het moment dat het een automatisch proces is. Maar als je handig bent met een stuk PowerShell en je kunt dat scripten, dan kun je dat hele proces ja, geautomatiseerd laten verlopen. En daarom is PowerShell daarbij ook een hele belangrijke om mee om te gaan. Ja, en dan vervolgens, op het moment dat je dus aan de slag wil gaan met Azure, en je hebt ongeveer berekend wat middels die calculator wat er ongeveer uit gaat komen voor de klant, ongeveer op maandbasis.
ja, dan moet je het op een gegeven moment dus aan gaan schaffen. En een mogelijkheid om dat te doen is via de Ingram Micro Cloud Marketplace. En ik heb hier een aantal screenshots, maar ik denk dat het gewoon veel meer spreekt op het moment dat ik het even laat zien. Dus ik open nu mijn webbrowser en ik ga naar nl.cloud.im, want dat is de pagina van de Cloud Marketplace. Vervolgens ga ik eerst eventjes inloggen. En dit zullen jullie ongetwijfeld wel een keer gezien hebben. En voor degene voor wie de Cloud Marketplace nieuw is, dat is onze one-stop shop waar leveren, beheren, verkopen en factureren samenkomen. En waar je alle cloud services aan kunt schaffen, zo onder andere onder infrastructure, Microsoft Azure. Maar denk ook aan al je Office 365 licenties in het CSP-model. Nou, dan zien we hier Azure en als ik op select klik, dan ga ik daarmee door. En wat dan allereerst eigenlijk een opvallende is, is dat mijn bedrag 0 euro gaat zijn. Het kost mij namelijk niks om een Azure tenant de lucht in te brengen. Om een omgeving als het ware klaar te maken. Dat kost helemaal niks. Dus ook als je even wil kijken bijvoorbeeld hoe die omgeving eruit ziet, of je zou er eens mee willen testen, of iets in die richting in Azure in CSP, dan kun je prima zo'n omgeving de lucht in brengen, want vooraf ja, betaal je daar gewoon helemaal niets voor. Vervolgens selecteer ik voor welke klant ik deze omgeving de lucht in wil brengen. Nou, in dit geval ga ik gewoon heel even een bestaande klant selecteren waarvoor ik al eens eerder in de marketplace een bestelling heb geplaatst. Maar je kunt hier ook tegelijkertijd een nieuwe klant aanmaken. En wat je vervolgens doet is je geeft ook de naam van de tenant op. Het kan dezelfde zijn als in Office 365. Dat kan. Oh, deze niet beschikbaar. Mits jouw Office 365 ook in het CSP-model is aangeschaft, dan kun je die identiteit hetzelfde houden en je Azure tenant daaraan gelijk houden. Nou, hij geeft aan dat die tenant dat hij nog niet beschikbaar is, dus ik kan hem toe-eigenen en vervolgens mijn reseller en BN-ID als het ware staat erin vermeld. En als ik op doorgaan klik, dan ga ik het echt bestellen. Dan geef je de betaalinformatie op. Nou, je kunt natuurlijk op elke gewenste manier betalen bij ons in de marketplace. Denk gewoon aan op het op rekening kunnen kopen, wat de meesten doen. Auto incasso, maar ook per creditcard, dat is nog steeds mogelijk. Vervolgens moet je de terms en conditions accepteren. En daarna heb ik dus mijn Azure omgeving. Heb ik besteld. Bijvoorbeeld nu. Nou, op dit moment krijg ik dus een mailtje. En in dat mailtje staan gewoon mijn credentials. Want vervolgens ga ik naar portal.azure.com en dan vraagt hij me eentje om in te loggen. Hij logt hier mij automatisch in. Log ik in met de credentials die ik net per e-mail zeg maar zou ontvangen hebben en vervolgens ben ik nu in mijn Azure omgeving. En dit is uiteindelijk de omgeving waar ik al mijn diensten in ga samenstellen. Dit is de omgeving waarin de technische mensen eigenlijk de architectuur die ze gebouwd hebben voor deze cloud omgeving, waarin ze dus die gaan bouwen en ook eigenlijk als het ware de lucht inbrengen. Dashboard, heel even kort, daar kun je eigenlijk je favoriet een beetje in samenstellen. En die kun je daarin aanpassen. Maar om heel even iets te laten zien, op het moment dat ik zeg van nou, ik wil bijvoorbeeld een nieuwe dienst de lucht inbrengen. Ik ga heel even naar Compute en ik doe heel even een Windows Server 2016. Dat moet erop gaan draaien. Ik geef het een naam, Joyce VM Test. Hij pakt eigenlijk al mijn subscription die gekoppeld is aan mijn CSP-omgeving. Namelijk die ik net gedeployed zou hebben zeg maar, van de marketplace. Maar nu heb ik even een bestaande gepakt. Resource groepen. Ik begin ook niet met de juiste volgorde. Want we adviseren altijd eerst de resource groep aan te maken. En dan de onderliggende componenten te selecteren. Zoals een stuk IP of VPN indien nodig. En vervolgens dan pas jouw VM te gaan selecteren. Maar even voor deze demo. Begin ik heel even op deze manier. Even kijken, wat zal ik ervan maken. Nou, en hier kan je dan de locatie selecteren. Nou, West-EU in ons geval. Als ik dat wens te hebben. En dan geeft hij hieronder nog iets aan. En daar wil ik ook even bij stilstaan. Hij geeft namelijk aan dat op het moment dat je al zelf je Windows Server licentie beschikt met een actieve software assurance, in bijvoorbeeld het Open License model, dan kan jij hier aangeven dat je al een licentie beschikt. En dan krijg je 40% korting op jouw virtuele machine.
Want ik wil namelijk op dit moment een virtuele machine met Windows Server Datacenter 2016 versie wil ik de lucht inbrengen, zeg maar, wil ik gaan selecteren of configureren. Maar als ik mijn licentie al gehad zou hebben nog in het open model, dan kan ik daar dus korting op krijgen als ik actieve software assurance had. Dus daarmee maak je die transitie eigenlijk op het moment dat je al bestaande licenties hebt gekocht, gooi je die investering niet helemaal weg op het gebied van Windows Server, doordat deze optie daarbij is. Nou, dan druk ik op oké en ik ga niet helemaal, ik wil alleen dit nog even laten zien. Dit is uiteindelijk de plek waar ik mijn virtuele machine, waar ik mijn type ga selecteren. Dus waar ik ga bepalen hoeveel cores ik nodig heb en hoe snel die is en wat voor disk en dergelijke daarin zit. Dus echt de specificaties, de rekenkracht. En wat je hier eigenlijk ziet, is je ziet V2 versies, maar je ziet ook de normale versies, om het maar even te noemen. Nou, V2 staat voor de nieuwe hardware. Dus het is eigenlijk dezelfde specs zitten daarin, alleen het landt dan op nieuwe hardware van Microsoft. En wij raden ook altijd aan, ga altijd voor een V2. Ga altijd voor die nieuwe hardware. Want alhoewel ik hier dus geen prijzen zie, en die ga ik ook nergens binnen deze portal terugvinden, zal ik ook in de calculator deze verschillen terugvinden en zal ik zien dat die V2 versies goedkoper zijn. En dat is heel gek, maar die nieuwe hardware van Microsoft is dus voordeliger, terwijl dat hetzelfde in zit. Dus als ik hier ga naar de Azure Calculator, om die even erbij te houden. En ik hier bijvoorbeeld kijk naar virtuele machines en ik wil daar de prijs van weten. En ik ga bijvoorbeeld naar een D1 V2 en ik selecteer hieronder een, even kijken, een normale D1. Dan zie ik dus dat mijn D1 V2 voordeliger is dan de eentje die draait op oude hardware. En het scheelt best. Althans, de uren zijn hier niet helemaal gelijk. Sorry, ik ben een beetje aan het vals spelen. Laat hem heel even op 744 uur zetten. En dan zie je dat die voordeliger is. Nou, wat je hier bijvoorbeeld zou kunnen doen, hier ga je bijvoorbeeld de prijs van de virtuele machines kunnen berekenen, maar je kunt daarin nog veel meer berekenen. Eigenlijk alles wat er hier mogelijk is aan opties, kan ik hiervan de prijs bepalen. Dus dit is mijn offertetraject en dit is op het moment een echte plek waar ik echt de dienst in gang wil gaan zetten. Nou, en daarin krijg je hier in deze omgeving ook niet echt een actuele stand van het verbruik op dit moment. En zou je dus aan het eind van de maand, zeg maar, ja, maar moeten hopen dat het hetgene is wat je hebt ingecalculeerd. Nou, daar hebben we natuurlijk wat voor, want op het moment dat je dat via die Cloud Marketplace een Azure tenant de lucht inbrengt, dan kunnen wij jou actueel kosteninzicht geven. Daar zit een 24 uur vertraging in. Met één dag verschil kun je dus precies zien waar de klant op dit moment staat. Dus stel je wordt één keer per maand geïnvoiced, maar je zou toch halverwege de maand even willen weten hoe staat het ermee. Een stukje monitoring ook als dienst meeverkopen naar je klant. Even kijken of die nog wel op koers ligt of dat hij niet in één keer een mega virtuele machine de lucht in heeft gebracht als hij hier zelf toegang tot zou hebben. Nou, en daarin geven wij jou dat actuele overzicht en dan kun je daar ook rapportages uitdraaien en CSV-bestanden, wat je allemaal wenst. Dus dit is een stukje van die prijscalculator. En wat je hier ook ziet is als ik zeg van, nou goed, ik heb een applicatie die moet toch 24/7 moet die de lucht in zijn, maar ik heb bijvoorbeeld maar voor 300 uur die D1 nodig en voor de overige tijd kan ik bijvoorbeeld met zo'n A-machine kan ik af. Dus die heb ik dan voor de overige tijd nodig. En zo zie je dat mijn eindbedrag goedkoper is dan wanneer ik deze voor de volle 744 uur heb draaien. Puur omdat ik deze maar voor een minder deel van de dag nodig heb. En die applicatie blijft gewoon draaien. Merk je verder niet van. Maar het is heel belangrijk dat je zo op die manier ook een beetje kan spelen met de kosten binnen Azure. Nou goed, verder gaan we veel dieper in op de calculator in andere soorten sessies. Bijvoorbeeld in de Azure Expert trainingen die we geven. Dus de driedaagse trainingen bij ons op kantoor die wij voorzien. Daar gaan we heel veel in op die calculator. Maar nu alvast even een klein beetje een begin. Nou, en ik zei net al, ik begon natuurlijk met een virtuele machine te selecteren. Maar hier hebben wij eigenlijk in het kort even de volgorde waarvan wij adviseren die aan te houden op het moment dat je dus je architectuur in Azure gaat selecteren binnen de portal. En dus dan zie je dat ik eigenlijk nummer 6, dat is naar waar ik net mee begon.
Dus het uiteindelijk selecteren van de virtuele machine, die gebeurt pas veel later dan dat ik bijvoorbeeld eerst selecteer van een stukje storage, een stukje IP, een VPN bijvoorbeeld. Nou, noem het allemaal maar op. Dat selecteer ik eerder. En de resource groep die ik natuurlijk eerst ga aanmaken. Ik ga eerst mijn omgeving als het ware afbaken. Ik ga eerst mijn stukje in het datacenter van Microsoft als het ware reserveren. En dan voeg ik alle componenten toe. En ik zorg ook dat ik al deze componenten voor één kleine zeg maar, omgeving in één resource groep zet. Om ook te voorkomen dat ik niet mijn storage in bij wijze van spreken in een ander datacenter heb staan of in een ander rack dan mijn VM om ook een stukje latency te voorkomen. Nou, binnen hetzelfde datacenter zal dat natuurlijk niet heel zijn. Maar stel je selecteert per ongeluk bij je storage, bij wijze van spreken niet West-EU, maar Australië. Ja, dan kan je je voorstellen dat daarin iets misgaat als die virtuele machine die storage aankoopt. Even door. Nou, verschillende scenario's om het even mee te eindigen. Nou, start het project kom ik zo op, maar je hebt eigenlijk verschillende scenario's. Je hebt zowel je Azure scenario, oftewel je hebt gewoon een service, dat ga je gewoon volledig cloud-based draaien. Of het stukje waar ik het ook eerder over had, waar ik ook wel echt in geloof dat de komende jaren nog wel zo zou blijven en daarmee echt de start gemaakt wordt, dus hybride. Dus inderdaad, om bijvoorbeeld als partner je eigen datacenter te kunnen uitbreiden door een stukje backup alvast naar Azure te brengen. Waarmee je dus inderdaad je on-premise workloads een backup van kan maken in de cloud met Azure. Of bijvoorbeeld dat je zegt van nou goed, we gaan echt inderdaad voor bijvoorbeeld testomgevingen waarvoor het heel veel gebruikt wordt. Tijdelijk hebben we even een omgeving nodig om een applicatie te testen. Ja, dan kunnen we dan wel on-premise gaan optuigen. Dat moet dat separaat van onze productieomgeving. Ja, waarom niet zo'n omgeving in Azure? Heb je verschillende servers kun je mee testen, verschillende type resources bij een applicatie, zodat je echt goed kunt testen en waar die het best op draait. Nou, en dat kun je met een testomgeving prima in Azure. Heb je het na 3 maanden al niet meer nodig, of korter zelfs, nou, dan haal je het ook helemaal weg. En dan betaal je er ook echt niks meer voor. Nou, meer start-up project wat wij zien is bijvoorbeeld cloud backup, wat ik eigenlijk al noemde. En bijvoorbeeld je on-premise workloads, daar gewoon een backup van te maken en dat wel in Azure kwijt te kunnen. Een stukje bursting, waar je het mee te maken gaat krijgen soms. Op piekmomenten, zoals we het net genoemd, predictable en unpredictable bursting. Waar je organisaties mee te maken krijgt. Waarom niet je workloads inderdaad houden zoals het is, maar op het moment dat ik meer nodig heb, ja, dan sta ik op het punt, moet ik weer gaan investeren in on-premise, in mijn service, in mijn software, of zal ik dat dan als eerste stap naar Azure zien? We zien dat heel veel gebeuren. Het is niet meteen dat organisaties in een on-premise omgeving die nog niet is afgeschreven, zomaar van tafel doen om volledig in Azure te draaien. Nee, zij wachten natuurlijk tot die on-premise omgeving is afgeschreven, daadwerkelijk. Maar alles wat er nieuw bij nodig is, dat alvast naar Azure te brengen. Of naar infrastructure service met een andere vendor. Nou, development testomgevingen, daar wordt het vaak voor ingezet. En ook voor small business server omgevingen. Want dat zijn natuurlijk end-of-life projecten. De small business server is niet meer beschikbaar. Maar je zal zeer waarschijnlijk nog klanten hebben die daar nog wel op draaien. En ooit staan ze toch op het punt van, ga ik investeren weer in nieuwe server en in nieuwe software, en wat niet meer in die voordelige small business setting te verkrijgen is, of ga ik bijvoorbeeld een RDS-omgeving zeg maar in Azure optuigen. En met alle facetten van dien. En een stukje voor Exchange, dat ik daar een stukje Exchange Online op wil, of Office 365 daarvoor inzet. Integratie met Office 365 kan hem ook heel klein zitten, wat ik ook al aangaf. Begin daar misschien mee. Als je veel Office 365 doet, ga kijken naar een stukje extra user experience door multi-factor authentication en single sign-on voor al je cloud applicaties toe te voegen, waarbij het beschikbaar is. Nou, hier dan een voorbeeldje van bijvoorbeeld een backup oplossing die je dan connecteert met je huidige omgeving. Waarvan de backup volledig cloud-based draait. Maar hier hebben ze dan even een omgeving geschetst. Kun je later nog eens doornemen. En dit is eigenlijk het scenario dat erbij hoort. En waar ik eigenlijk even stil wil bij staan, is eigenlijk bij het rechtergedeelte. Waarin je dus het profitability model ziet. Is dat je ziet eigenlijk dat die Azure spend, dat blokje, is maar slechts een klein deel
van je totale opbrengsten. Dus jouw totale opbrengsten binnen Azure, en dat is minder een verhaal wat voor je klant van toepassing is, maar voorname voor jullie, dat zit hem niet zozeer in hetgene wat de klant aan Azure verbruikt en dat je daar een stukje marge op gooit, hè, of dat je daar een stukje marge van ons over krijgt. Daar zit jouw verdienste niet zozeer. En daar zie je ook niet dat mensen het meest succesvol in worden. Het zit hem meer in het toevoegen ook van bijvoorbeeld managed services. En die zullen bij backup misschien wat minder zijn dan wanneer je een hele remote desktop omgeving of een VDI omgeving of zo'n small business server replacement omgeving naar de lucht in brengt. Dan zullen je managed services wat meer advanced zijn en dan zul je daar ook wat meer voor kunnen vragen. En ga je nog een stap verder, ga je kijken naar lukt het mij om een eigen IP te ontwikkelen, hè, intellectual property. En dat zit hem echt in je eigen ontwikkelde diensten en je eigen ontwikkelde applicaties bijvoorbeeld. Of je hebt... Kan het zal zijn op SharePoint dat jij iets gebouwd hebt wat uniek is, wat jou uniek maakt van je concurrentie. En daar ga je zien dat daar echt de meeste opbrengsten zitten. Dus die Azure Spend is slechts een klein deel. Die marge die je daarop maakt is leuk, maar daar ga je in die zin, als je niet heel veel volume maakt, niet rijk van worden. Het zit hem daarin echt in een stuk managed services, project services, die je misschien nu al doet, maar die je nog steeds in Azure dient te doen. Of het kunnen creëren van een stukje IP. En dat is daarin heel belangrijk. En dat zeg ik met dit voorbeeld, is ook heel even in een plaatje geschetst. En die small business server replacement, je kan het ook zien als zijnde een simpele RDS omgeving of een VDI omgeving, waar je nog de applicaties natuurlijk die er nog bij komen kijken. Maar dit is eigenlijk de architectuur zoals ze die voor dat soort dergelijke omgevingen weergeven. En zo zie je, dit is een volledige cloud-omgeving. Het draait niks hybride. En ook hier zie je weer dat zij hier een scenario geschetst hebben die je nog eens daarop kunt nalezen. Maar het gaat in ieder geval om Office 365 wat erop draait en een wat lichte line of business applications. Maar ook hier zie je weer die Azure spend van het daadwerkelijke desktop as a service model wat je dan hanteert, is slechts een klein deel van je totale opbrengsten. En bind je niet vast op de getallen. En dat is dollars en dat zullen vast niet allemaal overheen komen. Maar het gaat wel om het idee waar je verdiensten in zitten. En waarom dan via Ingram Micro? Nou, ik gaf het al aan, we hebben een cloud marketplace ter beschikking waar je per direct eigenlijk binnen enkele minuten een Azure omgeving de lucht in kan brengen. Maar dat ook jou een stukje monitoring biedt van het kostenverbruik. Wat natuurlijk misschien wel heel fijn is en ik kan me voorstellen dat dat anders bijna niet te doen is op het moment dat je dus aan het eind van de maand elke keer maar moet gaan gissen van wat zal die factuur zijn. Dat je ook gewoon echt tussentijds kan zien wat de schade is. Ja, stukje support, dat regelen wij voor je, 24/7. Je krijgt van ons een stukje korting. Er zit een korting op hetgene wat je uit de calculator voor een bedrag tevoorschijn haalt. Want dat kan de klant natuurlijk ook zelf zien. En het stukje wat je door ons gefactureerd krijgt. Nou, direct provisioning zei ik al net. En het belangrijkste misschien wel, en dat is echt onze Cloud University, hoe wij het noemen. En dat is eigenlijk onze opleidingstrajecten op Azure. En wij bieden bijvoorbeeld roadshows aan. Wij bieden Azure Expert Sessies aan. Dat zijn echt 3 dagen intensieve trainingen. Waarvan de 2 dagen volledig gegeven worden door onze Black Belt gecertificeerde Azure trainer. Die vervolgens echt in 2 hele dagen jou in ieder geval klaarstoomt op de deployment van 4 blueprints. Die we hebben bedacht. Bijvoorbeeld RDS op Azure. Dat is bijvoorbeeld een van de blueprints. Of backup op Azure met bijvoorbeeld Acronis. Maar het kan elke andere third party tooling zijn. Dat zijn 2 van de blueprints die we bijvoorbeeld helemaal A tot Z met jullie bouwen. En het wordt afgesloten met een hele dag business development training. Dus dat je ook een kijkje krijgt in de commerciële kant. Het is geen verkooptraining, maar de BDM-sessie zal je inzicht geven in de verdienmodellen die je kunt hanteren. En het omgaan eigenlijk met infrastructure as a service binnen jullie organisatie, maar ook in organisaties van de klanten. Om dat gesprek nog wat beter aan te kunnen gaan. Daarnaast bieden we ook roundtable sessies. En dat zijn eigenlijk bij de next steps. Zie je ze hier eigenlijk terugkomen. Roundtable sessies op het moment dat we je hopelijk aangezet hebben tot het creëren van cases. Hopelijk hebben we jullie genoeg handvatten kunnen geven met zo'n expert training. Dat jullie cases kunnen gaan creëren. Nou, neem zo'n case mee. Situatie bij de klant die eventueel op Azure zou kunnen. Breng ze naar de roundtable sessies. Dat zijn kleinschalige
groepjes, zeg maar, waarin we echt cases één voor één gaan behandelen. Waarin je ook weer leert van andere Azure-mogelijkheden. En dat je dus naar huis gaat met een volledig uitgewerkte case. En dat je daarmee aan de slag kunt. Nou, ik heb de link onderaan en dat is de link eigenlijk naar onze cloudpagina waar je ook in kunt gaan schrijven voor deze expert trainingen. En we proberen je met dit soort sessies meer handvatten te kunnen geven. Maar met name ook hopen we dat jullie bij ons komen indien jullie vragen hebben of wat dan ook rondom infrastructure as a service gaande is. En graag helpen we jullie bij het gesprek met jullie, met het gesprek met de klant. Zelfs bieden we eventueel implementatietrajecten aan, dat we jullie ook daarbij helpen. Als je iets in Azure wil berekenen, maar je bent nog niet handig genoeg met die calculator, kunnen we je ook daarbij helpen en trainen. Je kunt het zo gek niet bedenken en we willen daar graag voor jullie klaarstaan. En dan wil ik het hierbij laten. Ik zal heel even nog even de pagina openen van de expert track. Ik zal de slides van de webinar met jullie delen. En hier zie je eigenlijk de beschikbare data en ook wat meer inhoud van de content. En dan zie je verschillende blueprints die we aan jullie zullen presenteren die dag. En die jullie ook daadwerkelijk zelf hands-on zullen gaan bouwen in Azure. En dan zie je de vier: WordPress, Acronis, RDS. Die je dus ook al gaan gebruiken voor die small business replacement omgeving. En iets met Barracuda, network server. Wil ik hem hierbij laten? Als er nog vragen zijn, kunnen die nu gesteld worden in de chat. En dan zal ik daar nog even op ingaan. En verder een hele fijne dag voor jullie. Goed, als er verder geen vragen zijn, wens ik jullie nogmaals een hele fijne dag. En dan spreken we elkaar misschien snel.